Hello everyone, I'm Dylan. Welcome back to Brukel. Last episode, we got attacked by killer dolls who gave us water. So that's cool. Now we gotta look at the flower. En ik weet nog hoe mijn woorden om melk en een drie Engelsen. Okay. Joseph Cyril en Paddy. Paddy. Vergeet het, doe het. Dat was dan de nacht, hè, worden die al bij ons. Dus zijn er s'morgens worden ze nog. En Joseph ging mee melken. Een Engelsman, hè. En die bracht er van alles binnen. Bloem, chocolade. Stay over there where it's safe for you, and I'll stay over here where it's safe for me. A bed. Take a picture of that bed, baby. And we'll sleep in our hours? They sleep in the school calm. The fancy room. Geen slaapkamers genoeg. Maar dat was dus just een plek voor een bed te zitten. Onder die een trap in de goede kamer. Dat stond de school. Sure. Took a picture of that. You look happy in that one. En de Duitsers namen alles mee, hè. The Germans took everything. Veel of iets, Pierre. My bicycle! Het bloemetje, die kwam bij ons te werken. En die had het groot Pierre mee naar Halle genomen. Maar de loper hadden we dan nog, hè. En onze pap zei, wie ga jij met de loper de kant in van de krap Brukel? Want als ze hem zien, zijn we hem kwijt, hè. Ik zeg, is dat aan de straat? Dan heb ik dan een halve dag mee in de kant gestaan, hè. Die heeft hier niet gebogeerd, hè. Kostjes zijn smart. Dat die verstopt weer. Want de Piet is slim, zo, hè. Animals are smart, man. Zeg. En toen is de paps afgekomen en zei Bikom, maar ze zijn, de putsen zijn er weg. Good. I'm glad. I wanna don't. Now give me pouty. Give me scared and angry for human flesh. Alright? Don't move or I'll throw up. Table for two, please. Tomatoes! I took a picture of the tomatoes. Tomatoes. Bam! En als jong, weet wat die deel waar de boven tomaten liggen, hè? 45, I soldiers lived in doing this. De tomaten op de Engelsen, daar hadden ze gegeven, hè? Voor het eten, hè? En kregen zelfs chocolade. Dan moesten ze daarmee lachen, moesten ze daar geheel tomaten zonder. En melk ook, en dat dronken ze ook heren, hè. En ja, vis van de koe. What? Whiskey bottle, take a picture of that. Envelope. What envelope? Give me haunted. I don't like that. I really don't like that at all. Mine? En de paddy, hè, dan kwamen er Engelse vliegers, hè, met honderden, hè. En de paddy zei, oh, mijn broeder, had twee broers die piloot waren. En je zuster van hem was gestorven onder de oorlog in Engeland, hè. Ik kan zien door de deur. What's in here? What is that? What is that? Level 1K? What? What was that? Oops. A bedroom? And here was the older school. En dat was matchbox. Gekomen. Die stond te lichten. Die had altijd stekjes in zijn zak en deed je zo. Dat was de steks gelicht, hè. En dat kregen ze in de gaten. En ze schoten erop, Jan. Oh. Je zei veel ook mee. Ja! Yeah! Want dat smart was met onze nee. Nou, wilders gereden, dan kon de zaker krijgen. En
En dat was juist die Duitsers die aftrokken, hè. En dat is maar zei, dat kwamen ze af kunnen worden, hè. En hij gaat allebei er een velo afgeven, mijn velo. En als Mart zei, die doen niks aan schreeuwen, omdat dat daar een velo is. En ik had er misschien een week. De nieuwe, hè. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik zei, die rotte smeerlappen zijn er mee weg, zeg. What does that mean? Milk? Oh, milk. Where is milk? Are you milk? Milk. He needs some milk. Maar dan een kastje. Dat is ook nog straf. En we willen gaan melk drinken, hè? En die dust, die schoten. Ze schoten door de deur. Door de kastrol en zo door de kas. En melk al over het top. My milk! How dare you? I was gonna drink that, maybe. A haunting portrait. Ooh. White's whiskey. Toen hij met Engelsen bij ons nog gezeten, hè. Drink it up, baby! Elzef Batons whiskey. En daar was zo'n officier ook bij. En Paddy en Joseph, ja, we kennen er Cyril. En die, ja, ja, ook moet drinken, hè. Ze moet die weer zat. Krunk. Ten Sjok, chefke, onze paps, zo zat als ze zwijgen. En ik vlieg erheen, hè. Ik zei, zei degene naar Have you lost your mind? Wat is dat? Ik zei, nou zitten we wel hier met niks als zat te venten. Ik zei, wat gaat hier gebeuren? What? No! No! Don't do that! That's scary. What was that? It's gonna jump on me. I know it's going to. That's my grandfather in his flat cap. What is going on here? Creepy dolls. They want my flesh. Grandfather, help me. I don't know what you want for me to do. Climb in bed? Oh, I got a gun. Wat je nou aan de kamer hebben? Gehum, hè. Maar, voordat hem boven ging... Was dat? Die is een revolver af en likte de mop en liet zien dat hem geloofd was. Anders, hè. Maar alleen maar zo bijna. Op de grond. Pick it up! Pick it up and shoot the gun! Shoot the dolls! It's fine, things are fine. En onze simmer, zij daar liggen, hè? En die dame met de voet, die revolver onder de kast. Open the door! Get out of the doll room! Close the door! Bread is mine. Zo zat als een zwijn beneden, zo'n revolver, een meeste dier. En dan zo'n simme wees. No! What's up? You want a party? En hij pakte de revolver, hè. En ik ga terug boven. En is een revolver. En als een vrouw, hè. Ja, ik verreed hem als een vrouw. Nou. Je gaat zien, hè. Nee. Ah. Stil, ik heb nog eens hoe gezien blij door hem weg. No! Die officier schaart de cel vast en is
zei dat die revolver op onze vaas een bastion. En wel riep door de venster boven. De officier wil schieten, Paddy. Schiet je grootvader niet dood. Oké. Okay. En direct worden die binnen, joh. En die vlogen naar boven en die scharen hem vast, hè. En we zeggen dat, ja, onze vrouw kan niks te mij zeggen. Zo bleek als een lijk. Die had van zijn shock. Zeg, die is echt aan het dood aan zijn. Scary. Pause it here in the scary purple ghost room. As always, thank you for watching. And I will see you eventually.